Beter Wonen kijkt binnen in de leukste huizen vol inspirerende woonideeën. Hoofdredacteur Carlijn Kieboom bezoekt huizen waar het interieur met veel gevoel voor smaak is ingericht. Deze keer is in een typisch Friese boerderij te Hemelen. Wauw, wat een ruimte. En wat een licht hier. Het is natuurlijk normaal als je in een boerderij komt, ervaar je niet zo'n enorme lichtzee. Dat komt natuurlijk vooral hier omdat alle balken zijn wit gemaakt. Dan krijg je echt bijna een beetje dat beachhouse gevoel. Wat ik dan weer leuke details vind is dat ze deze houten deuren hier echt weer een beetje in dat oude landelijke boerderijstijl hebben gehouden. Waardoor je toch ervaart dat je hier in een boerderij bent. Wat hier echt meteen opvalt als ik hier binnenkom is dat deze boerderij een heel eigen karakter heeft. Want je ziet eigenlijk heel veel stijlen hier terug. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar echte authentieke elementen, zoals bijvoorbeeld zo'n houtkachel in combinatie met deze oude witjes en de houten balken die ze wit hebben geverfd, heb je echt het gevoel dat je nog in een boerderij bent. Maar als ik dan nu verder kijk, zie ik ook echt wel degelijk hier heel veel Caribische beachhouse elementen terug. Dat zie je vooral hier bijvoorbeeld in de kleurstelling, die mooie pastellen hier in het vloerkleed, de kussens, de schelpen die je daar ook weer terug ziet in de vensterbank. En het glaswerk, dat geeft ook echt een beetje het gevoel dat je aan zee bent of in een beachhouse. En deze twee vintage stoelen, die zijn opnieuw bekleed. En door dit materiaal wordt het ook heel erg van nu. En wat nou zo bijzonder is, dat natuurlijk eigenlijk die drie stijlen, die beach look, die vintage look en dat landelijke, wel degelijk heel goed samen kunnen. Rikst en Arjan woonden al jaren op Curaçao toen ze de kans kregen om de boerderij te kopen. Ze twijfelden geen moment en hebben de hele boerderij gerenoveerd tot een heerlijk huis. Met hun drie kinderen Jelle, Sepp en Mart zijn ze helemaal ingeburgerd in het prachtige Friesland. De sfeer van de woonkamer komt ook echt helemaal terug hier in de keuken. Wat nou een heel leuk detail is, vind ik. Als je hier kijkt dan naar de vloer, met deze afwisselende groentinten, hebben ze hier ook echt weer een beetje dat beachgevoel teruggebracht. En het feit dat het allemaal verschillende tinten groen zijn, maakt het ook meteen heel speels. En zo'n oud slagersblok hier in de keuken is natuurlijk ook echt een heel erg origineel detail, wat meteen heel veel sfeer geeft in zo'n witte keuken. En in deze eethoek zie je ook heel goed de drie stijlen weer samenkomen. Neem nou deze originele oude kerkbank in combinatie met deze beachstoelen. En dan heb je hier ook nog een nieuw beklede echte vintage stoel. En dat maakt het heel erg eigen. Deze typisch Friese boerderij aan het flinke boskje heeft een extra grote ruimte waar je met groepen kan verblijven. Wat een geweldige ruimte is dit. En wat hier meteen opvalt is deze lange eettafel met wel 22 verschillende stoelen. Dat nodigt natuurlijk ten eerste heel erg uit om hier met vrienden en familie te gaan zitten. En een leuk detail is dat alle stoelen eigenlijk verschillend zijn in vorm. Ze hebben wel allemaal dat stevige donkerhout, maar ze zijn met allemaal verschillende kleuren leer bekleed, waardoor het geheel toch heel rustig oogt. In oude schuren of stallen was vroeger de indeling vaak veel hokkeriger. Hier hebben ze ruimte helemaal open gegooid, waardoor je fijn die hoogte krijgt. En deze grote hoekbank hier is helemaal op maat gemaakt. Eigenlijk heel eenvoudig, met baksteen en een houten plank. En doordat je hier dan allemaal op maat gemaakte kussens op laat leggen, wordt het toch een mooi geheel. En wat dan een fijne bijkomstigheid is, met al die kleine tafeltjes, kun je hier ook nog makkelijk je drankje opzetten. Laat je inspireren door de mooiste binnenkijkers uit VT Wonen. I love to wake up next to you.